Joe Biden heeft zich teruggetrokken als presidentskandidaat van de Democraten. Wie kan hem nu opvolgen? Well, hello Las Vegas! Kamala Harris lijkt de meest logische keuze. Ze is al 4 jaar vicepresident en heeft landelijk de meeste bekendheid. Al is ze niet per se heel populair. Wel hebben al meerdere democraten zich positief over haar uitgelaten. Bijvoorbeeld de gouverneur van Hawaii. She is a powerful person. There are no credentials that are better than what the current vice president has, if it's not Mr. Biden. Een ander punt is het geld. Zij zal de $91 miljoen uit de Biden-Harris campagnekas mogen gebruiken. En voor andere kandidaten is dat nog maar de vraag. Dan een interessante poll onder democratische kiezers. 2/3 daarvan vindt Kamala Harris een goede keuze als Biden opstapt. Michelle Obama krijgt net zoveel steun, maar op haar komen we later nog even terug. Op de 3rde plek staat Pete Buttigieg. Hij is op dit moment minister van Transport en staat bekend om zijn scherpte. Bijvoorbeeld als een republikein iets vraagt over subsidies voor elektrische auto's. Is there ever a time that you're going to say that this is too expensive? If you think this is expensive, wait till you find out how much oil and gas subsidies you've been supporting. Op de 4de plek staat Gavin Newsom. Hij is de gouverneur van Californië en verdedigt de laatste tijd overal Bidens beleid. Bijvoorbeeld bij dat beruchte debat. The Biden administration has delivered where Trump failed. Tot slot nog even over Michelle Obama. Want van de democratische kiezers denkt 47% dat zij meer kans maakt om Trump te verslaan dan Biden. Maar dit is puur wensdenken, want zij heeft al heel vaak gezegd dat ze geen president wil worden. The reason why I don't want to run for president, first of all, you have to want the job. Yes. I have never had the passion for politics. I just happen to be married to somebody who has the passion for politics. And he drug me kicking and screaming into this arena. Geen Michelle Obama dus. Wie dan wel? Dat wordt waarschijnlijk duidelijk op de Democratische Conventie in augustus.